The Guardian hebben we ook met veel plezier gelezen vandaag, Petra. Ja. Waarom? Omdat er allerlei juicy details in staan over het e-mailgedrag van de man en vrouw Assad. Ja. Wat viel jou het meest op? Behalve de muziekkeuze waar we het net over hadden. Dat ze onderling heel zoet zijn naar elkaar toe. En er zitten erg veel love yous in de e-mails. Maar ja, dat is niet genoeg om te maskeren dat deze twee mensen absoluut geen band hebben met een heel groot deel van hun volk. Ja. Je ziet prachtige foto's van hele dure schoenen met spijkertjes aan de voorkant die iets van 10.000 Britse pond kosten. Ja, daar loopt ze niet mee door de wijken van Homs, denk ik. Nee. Fondue-stel, ja, ze hebben een beetje een moderne smaak. Ja, chocoladefondue is dat geloof ik. Ja. Wat eigenlijk heel veel mensen niet weten, is dat je hebt in Damascus heb je een bovenlaag die toen Syrië zich terugtrok uit Libanon, blij waren dat er ook wat Gucci-winkels en wat andere dure tassen en schoenenwinkels meekwamen naar Damascus. Dus voor die laag is het helemaal niet zo raar dat er iPads worden gekocht en dat Asma al-Assad hele mooie, dure meubels kost. Want daar hebben ze gewoon recht op. Hè? Okay. Ze vinden dat ze zich dat mogen toe-eigenen. Goed, dat is één aspect. Je kunt zeggen, deze mensen zijn nou eenmaal de top van de samenleving daar, financieel gezien. Ze waren al rijk en ze blijven natuurlijk ook rijk als er onrust in het land is. Ja. Maar ze krijgen ook mails uit Qatar bijvoorbeeld. Dat is toch een bijzondere mailwisseling. Ja, en wat daar pikant aan is, dat op het moment dat Qatar eigenlijk de leiding nam binnen de Arabische Liga om te zeggen we moeten Assad onder druk zetten om te vertrekken, was de dochter van de leider, Mouyasha El-Thani, heeft met Asma zitten mailen en gezegd, joh, er zijn eigenlijk maar twee manieren waarop die de leiders in de regio nu vertrekken. Of ze gaan ergens veilig toevlucht zoeken, of het loopt niet zo goed met hen af. Dus het is misschien verstandig als je een gewoon leven wil leiden om dan te vertrekken. En je bent wel welkom bij ons. Ja. Interessante diplomatie achter de schermen lijkt mij. Maar zou het kunnen betekenen dat ze dus die mensen dan graag ontvangen omdat ze dan in elk geval maar weg zijn uit Syrië? Dus dat er toch een soort politieke bedoeling van Qatar achter zit om ze gewoon naar Qatar te lokken, want dan zijn ze uit Damascus maar weg. Nou ja, we hebben het er vaker over gehad dat op een fatsoenlijke manier, of zeg maar een gezichtsbesparende manier, Assad wegkrijgen uit Damascus, was natuurlijk een manier geweest om een overgangsregering te krijgen. Dus het lijkt erop dat Qatar gewoon op twee paarden tegelijkertijd heeft gewerkt. Is er een antwoord gekomen op die mail? Nee, volgens mij niet. Nee. Nou, wat verder pikant was, is dat er een Libanese zakenman, Hussein Murtada, die met hele goede banden met Iran blijkt te hebben, we moeten aannemen dat die e-mails echt zijn, hè? Dus als we daarvan uitgaan. En hij zegt in een van die e-mails, hou nou eens op met de hele tijd te zeggen dat Al-Qaeda aanwezig is in Syrië, want dat is helemaal niet goed voor ons. Want dan zouden de Amerikanen een excuus kunnen krijgen om harder in te grijpen. Zijn overigens die mailtjes gecheckt, in die zin dat ze ook echt van Assad zijn? Nou, wat The Guardian heeft gedaan, heeft zeg maar gekeken in welke cc's, kopieën daar waren. En ze hebben dus allerlei mensen opgebeld die in die kopieën van die mail stonden. Van, heeft u die mail echt gekregen? En daar hebben ze vaak bevestiging op gekregen. Dus je denkt dat het klopt? Ja, ik denk dat het klopt. Ja. Laten we even naar iets anders gaan, als jullie het goed vinden. Naar demonstraties die er te zien waren in Damascus. Jan Eikelboom, onze collega van Nieuwsuur, heeft daar vanavond een mooie reportage over gemaakt. We hebben wat beeld om even de massaliteit van die demonstratie te zien. Allemaal mensen die zeggen, ook in die reportage van Jan, dat ze daar uit vrije wil zijn, praten allen redelijk goed Engels en zeggen dat het een schande is dat er berichten zijn alsof Assad ook maar iemand een haar zou krenken. Stel je voor, zeg. Ja. Ja. Is dit allemaal georchestreerd? Of zijn hier ook gewoon mensen die er belang bij hebben dat Assad in het zadel blijft en dat het gewoon een prettig leven is? Zo? Die beelden die zijn opgenomen. Dit is de Assad-bibliotheek die we zien. Het is het centrum van Damascus waar echt de elite wonen. De Nederlandse ambassade is daar om de hoek. Het is een plek waar gewoon de gegoede klasse, middenklasse komt. Dus ik vind het helemaal niet zo raar. Je zag tijdens de begrafenis van Hafez al-Assad in 2000 precies deze beelden. En er is oprechte betrokkenheid. Hè, toen ook bij het overlijden van de vader van deze president. En nu weer. Maar er zitten ook wel een heleboel mensen die gewoon gesommeerd zijn om te gaan. Ja, maar dat is iets waar je nooit precies achter komt. Nee. Als je wil weten hoe groot is de steun nog voor Assad in zijn eigen land, dat kun je eigenlijk niet precies zeggen. Nou ja, hier wordt natuurlijk ook door de manier waarop die camera's ingesteld staan gesuggereerd of er 10.000 mensen rondlopen. Dat vraag ik mij af. Ja, daar zou je eigenlijk voorbij moeten zijn. Ja. We zagen minister Rosenthal bij Nieuwsuur. En die vertelde dat de Nederlandse ambassade gesloten is uit veiligheidsoverwegingen. En om een signaal te geven dat we protesteren tegen het geweld daar. Ja. Vind je dat een verstandige beslissing? Ik heb daar een heel dubbel gevoel over. Want een paar weken geleden hield hij de ambassade nog open. Omdat hij vond dat er contacten moesten zijn met de Syrische oppositie. En we hebben niet alleen een relatie met de Syrische regering als Nederland. Maar ook met het Syrische volk. En nu, ja, ik denk dat het politieke overwegingen zijn. En ik hoorde hem zeggen, ik kan niks over de veiligheidsomstandigheden zeggen. Het is wel zo. Dat kan ik wel. Je hebt, even voor de duidelijkheid, je hebt 5 jaar daar gezeten, hè, in die ambassade. Welke periode was dat? 1999, 2004. Oh, ja. En de Nederlandse ambassade ligt in die buurt waar deze demonstraties waren. De ambassade ligt naast de Saoedische ambassade. En de Saoedische ambassade, kan ik mij voorstellen, die zijn ook net vertrokken. Gezien de houding van Saoedi-Arabië, die nu zeggen van wij willen wapens aan de opstandelingen leveren. Dat daar wat moeilijkheden te verwachten zijn. Dus het kan heel goed zijn dat het een verstandig besluit is. Aan de andere kant... we hebben geen ogen en oren meer, want er zijn natuurlijk nauwelijks buitenlanders. Nee. En dat vind ik wel een lastige. Maar in hoeverre zijn deze ambassade mensen dan ogen en oren? Wat vertellen zij eigenlijk? Nou, er zitten mijn oud-collega's die goed Arabisch spreken... en die inderdaad nog wel via de netwerken die bestaan... wel heel veel te horen krijgen van wat er in Syrië gebeurt. En als je buiten zit, is het toch veel lastiger. Kijk, niemand vertrouwt elkaar in Syrië. En buitenlanders worden sowieso niet vertrouwd. Dus je hebt op een gegeven moment een aantal dingen opgebouwd. Dan vertrek je. En ik denk dat mensen zich ook een beetje in de steek gelaten voelen. Er zijn geloof ik nog zo'n 190... Nederlanders. Enig idee wie dat zijn? Zijn dat zakenmensen? Of, Ja, er zitten wat priesters. Misschien dat er nog een paar zakenmensen zijn. Echtgenotes vaak van Syriërs. Ja. Even naar wat treuriger beelden. Die komen van CNN. Die hebben gefilmd weer mensen die beschoten zijn. En een heel treurig, pikant detail. Een kind wat het heeft overleefd. En laten we er ook even naar kijken met de ogen zoals we het er net over spraken. Namelijk... Klopt het wel? Wie weet eigenlijk precies wat er gebeurt? Dit zijn de beelden met CNN. We're rescuing the bodies of the martyrs, the voice on the video narrates. They've heard that a Sunni family has been killed. What they find? Shocking beyond description. Bodies crowded into a back corner, the dead child's face a mask of fear. Suddenly, on another floor, a tiny whimper. The child cries out, clearly terrified. He comes into view, having to crawl over a body lying in the doorway. He must have been hiding for days. Ja, het is schokkend. Het gaat over de hele wereld via CNN. Wij kijken ernaar. Hoe zeker weten we dat dit slachtoffers zijn van het Syrische leger? Heel moeilijk te zeggen. Vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Maar wat we wel zeker weten is dat er in het afgelopen jaar... het is vandaag precies een jaar geleden dat de Syrische opstand is begonnen... dat er tussen de 8.000 en 9.000 slachtoffers zijn gevallen. Dus dit filmpje is moeilijk om de authenticiteit te bevestigen... maar dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen, dat weten we wel zeker. Ja, maar bedoel, het kunnen dus ook groeperingen zijn binnen Syrië... die allebei weliswaar een hekel aan Assad hebben, maar ook onderling strijden. Ja, en ik... We zien dit soort beelden. Ik was gisteren bij een bijeenkomst met een aantal leden van de Syrische oppositie. En die waren echt heel duidelijk in van we zijn ook nog steeds bezig met vreedzame demonstraties. En daar zien we veel te weinig beelden van. En zij hebben echt een oproep gedaan eigenlijk aan Nederlandse burgers. En ook in Duitsland loopt hetzelfde programma. Je kunt een revolutie adopteren. En ja, om zeg maar simkaartjes en mobiele telefoons en satelliettelefoons, computers... te financieren, waarmee die burgerjournalisten ook andere beelden kunnen laten zien. Ja, maar bijvoorbeeld wij, Rosenthal, kondigde dat ook aan... geven communicatiemiddelen aan de Syrische oppositie. Dus laptops en wat dan ook. Dat maakt nog niet in één klap duidelijk of die beelden authentiek zijn natuurlijk. Nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, Jan Eikelboom zei dat ook al in Nieuwsuur. Er zijn verschillende waarheden. Ik zeg altijd, er zijn 1001 waarheden en 1001 leugens. En dat betekent dat we... Ik vind het ondersteunen, ook vanuit de burgers. Hè? Want Rosenthal had het de hele tijd over wij, wij, wij. En dat gaat van regering naar oppositie. Maar er is ontzettend veel, zijn heel veel initiatieven in heel Europa... van Europese burgers richting Syrische burgers. Het klinkt als iets heel weinigs, maar we hebben het over solidariteit. Ook, meeleven. Maar moeten wij dan stoppen met dergelijke beelden te verspreiden? Als we het niet weten, moeten we ze dan loslaten op de kijker? Want net uit Syrië, ook uit Libië, zijn er beelden binnengekomen via YouTube, wat dan ook. En geen enkele journalist in West-Europa wist of het echt was. Of in elkaar gestoken. Moeten we dat dan uitzenden of niet uitzenden? Wat doen jullie? Erbij zeggen dat we het niet weten. Dat we het niet maar wel weten. Uitzenden? Ja. Nou ja. Uitgerekend over een revolutie waar nergens geen enkel ander beeld dan te vinden is. Mm-hmm. Ja, je maakt wel televisie natuurlijk. Ja. Je kan het niet aan een bord de hele tijd uitleggen. Nou, wat we zeker weten is dat dit een meedogenloze dictatuur is. En terug naar die e-mails, als je ziet hoe Bashar al-Assad over zijn eigen mensen schrijft... Dat weet ik wel. Maar ik bedoel dan is dat verhaal over die Muppets is, echt superzachtaardig. Hij neemt zijn eigen volk op geen enkele manier. Geef eens een voorbeeld van die minachting. Nou, hij krijgt dan bijvoorbeeld adviezen van zijn schoonvader... een gerespecteerd arts in Groot-Brittannië, de vader van Asma al-Assad... van nou, je moet wel flink erop slaan en we moeten goede beelden uitzenden... zodat mensen niet denken dat wij hier snel de boel zullen opgeven. Waar zit die schoonvader? Die zit in Londen. En die zit daar gewoon in Londen, maakt deel uit van een van Old Boys Network? Ja, van het Britse establishment. Ja, Asma al-Assad is in Engeland opgegroeid. Ja. Ja. Zou zo'n man daar nou nog last mee krijgen, denk je? Ik vermoed van wel. Er stond vanavond op The Guardian-website een heel stuk, een heel interview met hem. En hij komt toch niet meer als zo'n hele zachtaardige Britse dokter over. Nee. Als je ziet wat berichtjes hij naar zijn schoonzoon stuurde. Juist. Goed.